want op de bus stonden te wachten. Ja, burgemeester, dat is niet zo. We gaan volgens mij een lintje uitreiken. Ja, dat klopt, ja. Maar de mensen, die dat moet altijd geheim beleven. Dan gaan de mensen op de hoek van de straat staan. En dan valt het niet zo op als we dadelijk naar binnen komen. Maar ja, je weet hoe dat gaat nu, hè. Publieke geheimen, die gaan aan niemand meer voorbij. Zelfs niet aan de radio en de televisie. Wie gaan we er nu op dit moment? Dat is toch iemand die zeg maar heel veel gedaan heeft voor het Putse verenigingsleven. Voor met name de voetbalclub hier, die vroeger hier apart was. En nu zeg maar, is gefuseerd met een aantal andere voetbalclubs, vooral in Schinnen. Daar is hij nu nog voorzitter van. En hij heeft heel veel gedaan om zeg maar, de bedrijven Schuttersdag, die hier ieder jaar plaatsvindt, om die in goede banen te leiden. En ik heb hier heel lang gewoond. Dus het hart gaat altijd wat harder kloppen als ik in het put kom. Ja. En zou die verbaasd zijn? Hij weet van niks? Ja, dat weet je nooit. Hè. Maar ik bedoel, dat weet je niet. Maar laat ik zeggen, ik ben nog nooit iemand tegengekomen die zei dat hij niet verbaasd was. In beweging. Ja, ja, ja. Ja, oh. Goeiedag. We komen even. Ik denk voor je. Ja, doe ik voor beter maar. Peter, ga jij dat even regelen hoe dat hier moet? Ik bedoel, ik ga even een colbertje pakken. Pak die een colbert. Ja, dat is klaar. Jongens, toch wel een bijzondere gelegenheid dat we hier elkaar treffen. En ja, ik zie toch hier heel veel geheimpjes die niet met iedereen gedeeld zijn. Nee. Soms gebeurt dat wel. Maar ik vind het ook wel leuk om zeg maar een paar honderd meter van mijn oude woonplek af hier nu weer te zijn, in onderste put. Het gaat het hart toch altijd wel wat meer en beter en harder kloppen. Maar met Alfa Sport gaat het goed, daar bent u al een heel lang voorzitter van. Althans, ook van de samenstelling van de erfdelen daarvan. Ja. Moet ik wat ik nu zeg. U was het er voorheen van Put. Hebt u dat allemaal samen voortgezet? En tot op de dag vandaag is dat een fantastisch succes voor de verenigingen van Put. En daar heeft hij heel erg veel gedaan. En waar ik dan niet zo direct bij betrokken ben geweest, nooit. Maar dat is een deelnemer aan de stichting Vroeg van Put. Daar ben ik niet zo mee betrokken geweest. Ik heb ook nooit een uitnodiging daarvoor gekregen. Nee. Nee. Terwijl ik eigenlijk best wel een vriend van Put ben. Ja. Maar goed, dat alles heeft daartoe geleid. Dat waar zijn majesteit behaagd heeft om u te onderscheiden. Dat ga ik nu doen met een mooie onderscheiding. Dit een mooie zo. Ja. En ik veel succes ermee en draag hem met trots en loop maar een klein beetje door Put rond. Dat is goed. Al zijn het net al toen uit. Ja. Proficiat. Dankjewel. En meneer Lens, had u er toch wel een klein beetje rekening mee gehouden dat het vandaag een grote dag zou kunnen zijn? Nee, helemaal niet. Nee, ik heb een afspraak in mijn agenda staan dat ik vanmiddag in Utrecht moet zijn. Ik had er helemaal geen rekening mee gehouden. Nee, absoluut niet. Wat snel rijden dan vanaf nu aan? Ja, maar ik was net mijn agenda in check en ik zag dat de afspraak is verlaat. Maar ik zal maar eens even zo meteen even bellen, maar ik denk dat er iets geregeld is. Ja. Voetbal loopt een beetje als een rode draad door uw leven, hè? Ja, dat klopt. Ja. Gevoetbald bij ZCV Putter Boys. Hier in de zaal is jeugdspeler begonnen. Later is er de veldvoetbalvereniging bijgekomen. Ook daar gevoetbald. Daarna in het bestuur terechtgekomen. Jarenlang voorzitter geweest. Drie jaar geleden zo'n beetje voorbereiding op de fusie met VV Schinnen en Adveo. Samen met Put en nu sinds start van Alfa Sport ook daar voorzitter van de voetbalclub. Ja, ja. Een ultieme blijk van waardering is dit, hè? Ja, dat vind ik zeker. Ik vind het hartstikke leuk om dit te krijgen. Ik vind het ook echt een eer. Mensen waarderen dan toch blijkbaar wat je doet. Maar ja, ik zei het net ook al, ik doe dit omdat ik het leuk vind om te doen. En dat is dan mooi als je daar ook nog een keertje zo'n waardering voor krijgt. Ja. Nou, u als expert, hoe is het met het Limburgs profvoetbal gesteld? Op dit moment eigenlijk wel prima. Alleen onze vrienden uit Maastricht en Kerkrade moeten zorgen dat ze of de play-offs pakken in Maastricht. Roda nog eventjes 6 puntjes erbij. Ja, zaterdagavond zit ik uiteraard bij Fortuna om daar te zien hoe ze gaan promoveren.
laten we daar maar gewoon maar vanuit gaan. Je zal even vandaag een feestje vieren, denk ik. Ja, blijkbaar wel. Ja, ja, ik ben een beetje verrast, maar we gaan feest vieren vandaag. Ja. Je hebt plezier en proficiat. Ja, dankjewel. Dankjewel.